Katja Schuurman zet belangrijke zwangerschapsfoto's naast elkaar. Katja Schuurman is inmiddels helemaal klaar met haar zwangerschap. Of nou ja, in ieder geval met haar opspelende hormonen. Gelukkig hoeft de actrice nog maar heel even vol te houden. En in die tussentijd kan ze ons mooi verblijden met mooie Instagram-foto's. Katja denkt terug aan eerdere zwangerschap. Katja Schuurman laat haar Instagram-volgers op een mooie manier meegenieten van haar zwangerschap. Zo onthulde de actrice eerder al haar babybuik en schreef ze een ode aan haar borsten. Ook vandaag besloot Katja een paar foto's met de wereld te delen. Ze denkt op Instagram terug aan haar eerste zwangerschap van de inmiddels 10-jarige Sammy. Katja koestert foto's van zwangerschap. Katja liet haar zwangerschap vastleggen met een foto'shoot voor het tijdschrift Linda. Toepasselijk, aangezien ze dat 10 jaar geleden ook deed. Toen was Katja zwanger van haar dochter Sammy. Op Instagram zet ze de twee belangrijke foto's naast elkaar. De actrice vertelt in het bijschrift dat ze de foto's van de vorige shoot ook koestert. Zodoende wilde ze dat voor haar kleinste meisje weer. Body positivity voor Katja en Linda de Mol. Het thema van deze Linda is body positivity, zodoende besloot Linda de Mol bijvoorbeeld eerder al in bikini te poseren. Ook Katja is gelukkig positief over haar lichaam dat bereid en in staat is om haar op haar 45ste nog dit geschenk te geven.